Goedendag en welkom bij Studio De Graafschap. Op locatie dit seizoen, de eerste aflevering, beginnen we in de voetbalkantine van voetbalvereniging Field in Doetinchem. Met vier gasten aan tafel, de spits van De Graafschap, Vincent Vermeij, onze vaste sidekick Rob Kelderman, verder Anton Segeling, de voorzitter van Field en ook de trainer van de Doetinchemse club, Willard Knipskeer. Heren, van harte welkom. Ja, Vincent, 3-0 winnen tegen Almere City FC. Was het een makkie? Nou, makkie wil ik niet zeggen, maar we hebben een lekkere wedstrijd gespeeld. En 3-0, we hebben gewoon onze kansen afgemaakt. En het ging goed, dus tevreden. Eerste helft ook? Ja, ik denk dat we in de eerste helft gewoon nog goed voetbal hebben gespeeld. We hebben alleen weinig kansen gecreëerd. En, tweede helft werden de ruimtes veel groter. En dat komt omdat wij gewoon erg offensief speelden. En toen lagen die ruimtes er wel die er in de eerste helft niet lagen. En waardoor we meer kansen kregen. Ja, en die maakten we toen gelukkig wel af nog in het laatste kwartier. Willard Knipskeer, hoe belangrijk is het zo'n eerste thuiswedstrijd winnen? Ik denk heel belangrijk, want je geeft toch je visitekaartje af. En ik denk zeker in het betaalde voetbal om ook de tribune vol te krijgen. Dat het van wezenlijk belang is om die punten in huis te houden tegen welk ploeg je ook speelt. Je moet winnen en je wilt ook winnen om zoveel mogelijk toeschouwers in die Vijverberg weer te krijgen. Ja, Rob Kelderman, de Vijverberg moet vol. Ja, dat hebben we vorig jaar ook al een paar keer geroepen, dat het weer vol moet. Dat we weer terug moeten naar de roots, terug moeten naar de basis. En daar hebben ze zaterdag een hele goede stap in de goede richting gedaan. En we waren de tweede helft, want de eerste helft vond jij dat jullie redelijk goed gevoetbald hadden. Nou, ik vond de eerste helft eigenlijk, ik zal niet zeggen een zaalpartij, maar het leek er wel heel erg op. Maar de tweede helft hebben we gespeeld zoals we denk ik de Graafschap willen zien spelen. Zo krijg je ook de Vijverberg vol? Dat denk ik wel, ja. Als we dat vol blijven houden en de komende twee wedstrijden per ongeluk ook vier punten gaan pakken. Dan hoop ik dat een hele hoop supporters die nu twijfelen om een kaart te kopen, die kaart wel weer gaan halen. En dan ben ik ervan overtuigd dat we nog een heel leuk seizoen tegemoet gaan. Anton Segeling, als jullie met alle leden van Fiat naar de Vijverberg afreizen, dan zit het al bijna vol. Nou ja, dan zit het stadion 10% vol, dat klopt, ja. 1100 leden, ja. Ja. Wat voor club is Fiat? Fiat is een door de jaren heen altijd een hele gemoedelijke en een gezellige familievereniging geweest. En nog steeds. En daarnaast hebben wij sinds een jaar of twee gezegd van joh, we zijn ook vooral een voetbalclub. En we gaan nou het accent, hoe raar het ook klinkt, nog meer op het voetbal leggen, op het technisch vlak. En dat resulteert in wijzigingen in je organisatie. En vroeg of laat zal dat zijn vruchten gaan afwerpen. En het is al heel vroeg gebeurd, want het eerste is al gepromoveerd. Maar wat voor wijzigingen dan? Nou, je moet onderaan beginnen. Hè. Kijk, je kunt heel veel plannen maken en zeggen dit willen we en dat willen we. Maar het valt of staat met de mensen die je hebt, met je organisatie en ook met financiën. Heel simpel. Ook bij een amateurclub is dat zo. Dus we hebben eerst gekeken van joh, waar steunt nou een amateurclub op? Hè? Welke drie poten? Dat is niet nieuw. Hè? Dat is contributie, dat is sponsorinkomsten en dat is je kantine omzet. Nou, toen heb ik gezegd, dan moeten we voor die dingen moet je gewoon alles gewoon optimaliseren. Daarvoor moet je de juiste mensen hebben. Want dan heb je de basis voor je piramide. En daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. En we zijn heel ver. En van daaruit dan creëert dan betrokkenheid van mensen en je creëert financiën. Mm-hmm. En met die financiën kun je dan gaan investeren in de plannen die je dus voor ogen hebt. En dat is het plan 2020 wat we voor ons hebben liggen, 2020, het beleidsplan. En daar zijn we heel goed mee op weg. Stond er al in dan dat jullie zouden gaan promoveren? Daar staat wel in dat wij op den duur een stabiele eerste klasse moeten zijn. Okay. Ja, met zo'n aantal, met zo'n ledenaantal. Zo moet je dat durven uitspreken. Dus we zijn op weg. Ja. De Graafschap moet meer publiek creëren op de Vijverberg. Merk jij het, zoals afgelopen zaterdagavond, dat het een stuk rustiger was op de tribune? Ja, je merkt dat vergeleken met hoeveel mensen er kunnen zitten. 12.500 man. Ja, en dat er, dit waren er, 3700. 3700. Bijna 4000. Nou ja, het is. Ja, dat is dan nog geen 1/3. Dat is dan jammer. Maar als je kijkt met de rest, bijvoorbeeld tegen Emmen, waren er ook niet, ik weet niet hoeveel mannen toen waren, maar in ieder geval minder.
En die hebben ook nog een aardig groot stadion. Ja. Deze week waren we ook de club met de meeste supporters. Je wint met 3-0. Wordt er dan ook hevig feest gevierd? In feest de kleedkamer gevierd. En daarna de businessclub? Ja, iedereen is natuurlijk blij. Maar feest vieren, het is pas de eerste overwinning. Dus, hij kwam als geroepen. Hij was heel belangrijk natuurlijk, ja, die tuurlijk. Overwinning. Natuurlijk, je eerste de eerste thuiswedstrijd meteen overwinning pakken. Dat is natuurlijk heerlijk en precies zoals we wilden. En, maar nu is het gewoon deze draad, deze lijn doorzetten. En in ieder geval niet naast onze schoenen gaan lopen. Want je wint natuurlijk wel 3-0 en dat zijn mooie cijfers. Maar, wat was het mooiste doelpunt van die drie? Mooiste doelpunt? Dan denk ik de... derde. Ja. Niet. Ja, dan zou je echt... Zou ik wel zeggen, Jan. De derde was natuurlijk... uiteraard erg mooi, maar ik denk toch de tweede. Waarom? Omdat we daar, dat is iets wat we vaak in ons spel terugzien. Een diepte zoeken en dan vooral richting mij, omdat ik dan natuurlijk de langste ben in het team en vooral voorin. En dan kan ik, Dien Koolhof stond op dat moment volgens mij links midden en die schuift door. De verdediger maakt een keuze tussen of Koolhof of voor mij, die gaat met mijn duel aan, die komt vrij. Doorkoppen, aanname, prachtige voorzet op maat en andere spits die maakt hem af. Dat is natuurlijk wat we willen zien. De ontlading was groot. Bij iedereen, ook op de tribune. Niet alleen Vincent Vermeij scoorde een prachtig doelpunt. Ook Christopher Fida en Jerry van Ewijk die de band brak met zijn 1-0. Natuurlijk was Studio De Graafschap bij de wedstrijd. En na afloop doken wij de catacombe in. Vertel eens, de 1-0. Even kijken, 1-2 met Vlatko. Ik kom bij de 16, ik leg hem nog een keer goed. En ik leg hem met links in de verre hoek, zoals het hoort. Haal je dan ook je gram op de trainen, omdat jij niet in de basis zelf staat? Tuurlijk. Ja. Ik heb veel met hem gesproken. En als ik het dan zo laat zien, dan... Waarom kies jij ervoor om Jerry van Ewijk op de bank te houden? Mijn keus valt op dit moment voor Christopher en Vincent. En dat is voor het elftal, op dit moment denken wij even de beste. Alleen Jerry is, wat dat betreft, die zit er zo dichtbij. Die kun je dus inbrengen en kan een wedstrijd openbreken. Ja, dat heeft tactische redenen, dat de trainer een keuze maakt voor iemand anders. Tactische redenen, dus heeft hij goed uitgelegd. Een keuze die hij maakt en kan ik verder niks aan doen. Wat is die tactische reden dan? Is dat meer defensief spel? Nou, meer dat Fida en Vincent wat beter qua loopacties op elkaar zijn ingespeeld. En dat zou de reden zijn. Jerry is een iets ander type natuurlijk als Christopher en Vincent. De iets meer snelheid. Alleen in het vastere werk is hij iets minder. Hè? In het afjagen, in een bal vasthouden. Dus daarin zitten wat verschillen ten opzichte van types. En op dit moment kiezen we hiervoor. En uiteindelijk, als je naar de wedstrijd terugkijkt, kun je zeggen van het heeft rendement gehad. Want Jerry scoort nu ook. Ja, misschien had hij het vanaf het begin ook kunnen doen, dat weet je dus niet. Alleen het zijn combinaties. En uiteindelijk kunnen er 11 spelen en daar maken we keuzes in. En op dit moment valt de keuze nu op dit moment zo uit. En ik vind het wel heel mooi van Jerry dat hij ook hiermee antwoordt. Want dit hebben we wel nodig. Je wisselt en je wordt niet slechter. Er gebeurt in één keer weer wat en dat is natuurlijk wel heel erg positief. Brand jij dan van binnen vol met trots op het moment dat jij wel de wedstrijd openbreekt en scoort? Ja, tuurlijk. Ja. Laat jij hiermee dan zien dat jij wel in de basis hoort? Laat ik het zien. Ik laat het altijd zien, vind ik. Dat ik gewoon lekker in mijn vel zit. En zoals nu dat ik inval, heb je een beetje geluk nodig. Dus dat is ook voetbal. En verder wat de trainer doet, dat moet hij zelf weten. De Graafschap won dus met 3-0 de thuiswedstrijd tegen Almere City FC. En dat betekent toch, Vincent, dat er groot feest wordt gevierd. In ieder geval brengt Willy van onze kampioensbakken een prachtige Graafschaptaart. Die ziet er heerlijk uit en daar gaan we zeker zo dadelijk van smullen. Ja, u kunt natuurlijk ook zo'n heerlijke Graafschaptaart winnen, maar daar hebben we het zo dadelijk natuurlijk nog over met de prijsvraag. Ja, Bob? Ja, dat is lekker.
Ja, hè? Die ziet er mooi uit. Dus ik denk dat alle aanwezigen hier zo dadelijk ook wel een stukje willen. Dat is een muntje voor de bar dadelijk, denk ik. Willard, de Graafschap wint dus met 3-0, de eerste thuiswedstrijd. Maar Fiat, dat gaat ook heel erg goed. Ja, maar echt moeilijk heb ik het nog niet gehad, hè? Want deze groep komt natuurlijk uit het vorige seizoen vanuit een bepaalde flow. En vanuit het vorige seizoen waar veel werd gewonnen. De groep is nagenoeg intact gebleven. Alleen de aanvoerder Koumenasso is naar de tweede gegaan, 4-2. Mm-hmm. Wat ook in het kader van het beleidsplan een goede ontwikkeling is. Hè, dat jongens van 1 naar 2 gaan en niet weggaan bij de vereniging. Of in een nog lager team gaan spelen. Heb je dus, er ook hiervoor teruggekregen? Ja, en dat is, je geeft eigenlijk al de voorzet. Dan krijg je vervolgens ook nog een viertal jongens van buitenaf, zeg maar. Mm-hmm. Maar wel met een bepaald verleden, ook bij Fiat. Onder andere Rogier Meijer, Kaiko Polsen, Sivali van SJOC en Jeroen Bunk. Dus er komt ook daarnaast nog een hoop ervaring bij. Dus eigenlijk heb ik het tot nu toe als trainer niet eens zo heel erg moeilijk, zou ik zeggen. Ben je op het juiste moment ingestapt? Want ze zijn natuurlijk heel verrassend gepromoveerd. Ja, klopt. Maar toen de besprekingen begonnen, was het oktober, november. En toen ging het meer over derde, misschien wel de vierde klas. Dus toen was het plaatje anders dan in de maand april, mei. Dus, had je dat prettiger gevonden? Nee, want het gaat om de club. Het gaat niet om mij, het gaat om de club. En als de club de talenten heeft en het gaat zo goed dat ze op een gegeven moment van de onderkant derde klas doorstomen richting die na-competitie en uiteindelijk ook terecht die na-competitie winnen, dan is dat alleen maar goed voor de club. En ik vind de tweede klas ook een bijzonder mooi niveau met fantastische ploegen. In de competitie waar je tegen mag spelen, mm-hmm. dat ik hier als trainer tot nu toe heel tevreden zit. Ja, Anton, want hij noemt net een paar namen die eventjes allemaal bij Fiat in het eerste komen spelen. Ja. Wordt er betaald bij Fiat? Tuurlijk. Zei hij met een glimlach. Nee hoor, absoluut niet. Alleen de trainer. Ik wil dat ook heel duidelijk stellen. Ik hoop dat er heel veel mensen naar dit programma kijken weer. En dan weet ook iedereen meteen dat wij echt geen cent betalen. Want dat hoor je natuurlijk nu, hè? Omdat Rogier hier komt, dat Kaaien hier komt. En mm-hmm. dat zijn ook jongens die naar hoofdklassers en topklassers kunnen. En die komen, die kiezen voor Fiat. Nou, dat is daar zijn we trots op. Dan doen we iets goed, denk ik. Maar er wordt geen cent betaald. De spelers betalen hier gewoon contributie. Ze krijgen nog een paar voetbalschoenen. Wij hebben een faciliteitenpot. Zoals bij iedere amateurclub bij een vijfde klasse is dat al zo. Mm-hmm. Nou, en een deel daarvan wordt gebruikt voor voetbalschoenen. Ja, dat klopt. Maar betalen, nee, dat kennen we niet. En als dat wel zou gebeuren op dit niveau, dan durf ik hier ook wel te zeggen, dan ben ik ook geen voorzitter meer. Heel simpel. Voorzitter, ben je dat 40 uur in de week? Zat je fulltime 50, baan hier? 50. Ja? Of heb je nog een fulltime baan naast? Ik heb er nog een fulltime baan naast, ja. Ik ben zelfstandig ondernemer. En het voordeel van een zelfstandig ondernemer is dat je je tijd zelf in kunt delen en dat je dan de verloren uren voor je club kunt gebruiken. En dat doe ik met heel veel plezier. Ik haal daar heel veel plezier uit, ja. Rob Kelderman, oud-voetballer van de Graafschap, maar ook oud-voetballer van Fio. Ja. Een hele tijd terug, overigens. Ja, 40 jaar, hè? Nee, volgens mij 1938, is dat 40 jaar terug. Nee, ik heb in het eerste een paar jaar gespeeld en in die lagere elftallen. En ik heb hier ook heel lang jeugdelftallen getraind. Nog steeds? Ja. Welk team train je? A2 nu. Wat voor club is Fio? Ja, nou, dat is allemaal al gezegd. Het is een familieclub, een gezellige club. Waarom speel je niet meer? Ik speel nog wel, vanavond weer. Kwart over dag gaan we trainen, dan speel ik weer. En met de Oude Graafschap speel ik natuurlijk ook nog een aantal wedstrijdjes door het jaar heen. Dus. Maar competitieverband en dan laag voetballen, zondagsmorgens vroeg op, nee, dat is niet meer voor papa weggelegd. Vincent, jij bent nu actief profvoetballer. Heb jij er al over nagedacht wat jij gaat doen op het moment dat je stopt? Nee. Rentenieren toch, of niet? Ja, hopelijk wel. Maar, dat kan wel van het salaris bij de Graafschap? Ja, dat zou kunnen, ja. Maar daar ben ik eigenlijk totaal nog niet mee bezig. Ik ben net pas 20 geworden, dus ik heb hopelijk nog een lange carrière voor me. En, wil je nog een studie doen? Ja, dat zou ik nog graag willen doen, ja. En welke studie? Wat zit je dan aan te denken? Ja, iets met economie. En iets wiskundigs. Ik ben altijd goed geweest met getallen.
Dus, maar wat, nog, wat precies, weet ik niet. Ik heb me ook nog niet echt in verdiept. Moet je dan in het Westen doen of ga je dat online doen? Ja, nou ja, fulltime zou dat niet kunnen ergens. Dan zou je dat of een thuisstudie moeten doen. Dat zou kunnen. Dat is alleen, ja, moet je wel de zelfdiscipline er gewoon voor hebben om dat gewoon elke keer te gaan doen naar je training. Of ik die heb, ja, ik denk het op zich wel, maar of ik het ga doen, dat is, ja, het blijft gewoon moeilijk. Zijn er meer collega's van jou? Hoor je in de kleedkamer wel eens iemand zeggen van, nou, ik studeer dit of ik werk er nog bij? Ja, ja, de jongens werken. De trainer bijvoorbeeld. Ja, of ja, Jochem jongens. Jan. Ja, maar er werken ook nog, of studeren doen ook een aantal jongens, ja. Dat is in verband met, in combinatie met het VVCS. Ja, en daar ben ik ook nog niet, ja, zo lang ben ik hier nog niet of speel ik ook nog niet. Dat betaald voetbal, dus daar heb ik al wat verhalen over gehoord en dat zou je ook kunnen doen, HBO-opleiding. Dus wie weet. Sommige spelers die moeten stoppen met voetballen, omdat ze bijvoorbeeld geblesseerd raken. Tim Bakers bijvoorbeeld. Hij raakte afgelopen seizoen zo geblesseerd dat hij niet verder kon met zijn actieve profcarrière. Op dit moment is hij accountmanager bij de Graafschap. En natuurlijk waren wij benieuwd, ja, wat doet hij nou precies? Studio de Graafschap toog naar de Vijverberg. En we namen samen met Tim Bakens een kijkje achter de schermen bij de Graafschap. Ik ben Tim Bakens, voorheen voetballer van de Graafschap. Helaas lukt dat niet meer, dus ik ben naar de commerciële afdeling gegaan en ik ga jullie de komende weken meenemen met een kijkje eigenlijk achter de schermen. Kom maar. Zo, dit is de hoofdingang van het stadion, van de hoofdtribune de Vijverberg. Hierboven liggen de businessclubs. En nou ja, daar ben ik tegenwoordig dus verantwoordelijk voor, samen met Henk Bloemens en Jelle Huntelaar en Judith Christant. Jelle is ook nieuw bij het team, dus misschien wel leuk om te vermelden. Broertje van, wel bekend in de regio en in verdere gedeeltes van de wereld. Wij zijn verantwoordelijk voor de sponsoren binnen te houden die we hebben en eigenlijk nieuwe aan te trekken. Deze trap die gaat naar de eerste etage, de Lodde Dales Business Club Lounge. En wat leuk is om te vermelden is eigenlijk dat ik nu 2 maanden bezig ben op de commerciële afdeling. En wat het frappante eigenlijk is dat je als voetballer zijnde vooral op voetbal gefocust bent. En eigenlijk interesseert de mening van de businessclub je niet zo heel veel. Terwijl het belang van een businessclub toch wel behoorlijk is, heb ik de afgelopen tijd gemerkt. En eigenlijk ook het belang van een goede sfeer in het stadion. Resultaten tellen daarin ook wel erg mee. Maar we gaan eigenlijk de komende weken verschillende ruimtes in. En dan neem ik jullie mee met verhalen achter de schermen, uit eigen ervaring. En we maken er wat moois van. Tot volgende week. Ja, die heerlijke De Graafschap taart, die wilt u natuurlijk ook winnen. En dat kan, want we hebben uiteraard de prijsvraag weer in ons programma Studio De Graafschap. De vraag voor deze week luidt: van welke club kwam Vincent Vermeij over toen hij voor de Graafschap tekende? Nou, die moet niet zo heel erg moeilijk zijn. En naast die heerlijke De Graafschap kaart wint u ook nog eens 2 businessclub kaarten voor een thuiswedstrijd van de Graafschap. Uiteraard geschonken door betaald voetbal de Graafschap. Ja, je oude clubje staat bovenaan. Ja, dat klopt. Ze doen het goed. Ja. Had je niet beter kunnen blijven daar? Ja, ja, je ziet dat het dat er veel jongens van het eerste daar nu meedoen. Dus ik denk niet dat ik daar weer veel minuten had kunnen maken. Dus, moest jij daar echt ook bij Ajax? Nee, ik moest daar. Ik de verraden waar die vandaan komt. Maar ja, je hoefde daar niet dat weg. Doe je altijd. Nee, ik hoef er niet weg. Oké. Okay. Nee, tenminste, ik had een contract en ik ben in de helft van het jaar weggegaan. Ik heb geen idee of het contract werd verlengd. Maar het ging daar goed en ik had het naar mijn zin. Maar ik speelde gewoon weinig. En het is helemaal niet gek omdat je daar pas net zit en net het betaald voetbal speelt. Dus, toen de Graafschap kwam en Piotr Partizek hier wegging, ja, mm-hmm, was het natuurlijk mijn kans om meer minuten te maken in de Jupiler League. Staat dit team de Graafschap in nu? Ja, dat vind ik wel, ja. Want er werd elke keer nog gezegd van er moet nog een aanvaller bij.
Ja, dat is, die keuze is niet aan mij. Ik vind dat we nu een leuk en een goed team hebben. Zoals als je gewoon voetbalt zoals je tegen Almere City voetbalt. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk moeilijk om het. We proberen het natuurlijk om dat elke week te doen. Mm-hmm. Maar of het elke week goed gaat uitpakken, dat is natuurlijk de vraag. Maar ik heb er goed vertrouwen in. De kenners zeggen, ze doen het goed als ze de na-competitie halen. Ja, dan wil ik niet zeggen dat ik een kenner ben, maar ik denk als ze de na-competitie halen, dan moeten ze nu meteen tekenen. Want ik denk dat een heel goed resultaat zal zijn dit seizoen. Want ik denk dat er best nog bij de Graafschap wat kwaliteit impuls mag komen, in mijn ogen. Een jong team, jonge spelers, ja. Dat betekent ups en downs natuurlijk. Ja, de pieken, rest van het seizoen. Er zullen ongetwijfeld pieken en dalen komen. En die dalen die moet je eruit zien te krijgen door een stukje ervaring. En die zul je toch ergens vandaan moeten halen. Want zoveel ervaring loopt er op dit moment natuurlijk niet. Hoe pak jij dat aan bij Fiat 1? Ja, ik heb natuurlijk op ons niveau tweede klas heb ik een ideale mix. Ik heb een selectie van 20 spelers. 18 zeg maar, veldvoetballers, 2 keepers. En je ziet, de mix is ideaal. Ik heb eigenlijk nog 2 A-junioren die nog in de jeugd mogen spelen. Dus die zijn net 18. En dan is Rogier, Meijer en Sivali zijn 32 en 34. En je ziet dat die mix ideaal is. En ook per linie heb ik 5-6 voetballers om op te stellen. Dus wat dat betreft is die mix is ideaal en ik denk ook voor het niveau tweede klas. Welke doelstelling heb jij meegekregen van het bestuur? Geen. Dat is natuurlijk een ontwikkeling. Hè. We zijn onverwacht eigenlijk in die tweede klas terechtgekomen. Het is nu kijken van met deze groep waar sta je. Nou, de resultaten tot nu toe zijn goed. Moeten we ons ook niet blind op staren, want je hoort al links of rechts van hey, die moeten bovenin mee gaan doen in die tweede klas. Nou, dat vind ik te snel in de Polonaise gaan lopen. Ik vind wel, links en rechts ken je wel een beetje de tegenstanders. Ik vind wel dat wij moeten gaan voor het linker rijtje. En zit alles mee, krijg je die flow zoals we dat afgelopen jaar hebben gehad, dan kan er een hele leuke bonus eruit rollen. Maar tot nu toe zeg ik, en eigenlijk moeten we het daar ook nog een beetje met de groep over hebben. Het linker rijtje zou heel mooi zijn voor een eerste seizoen, 4-1 op tweede klas niveau. Anton, de koningsklasse. Ja. Geweldig, hè, voor Fiat. Ja, super. Ja, als je kijkt, vroeger zijn we dat van, je moet niet in de tweede klas willen spelen. Want dan zit je meer in de auto dan dat je voetbalt, hè, de heen- en terugreis. Maar dat is op dit moment is dat niet meer zo. Het is inderdaad echt de koningsklasse. Alle clubs uit de Limes zitten erin. En daarnaast nog SDOC, FC Winterswijk. En naar Nijmegen, waar iedereen altijd van zei, joh, je moet niet te vaak naar Nijmegen willen. Ja, nou, dan hoef je nu nog maar 3 keer naartoe. En dat was in het verleden was dat 6 of 7 keer. Het is gewoon een fantastische competitie. Wat een aantal jaren terug de derde klas was, zeg maar, die koningsklasse. Dat is nu de tweede klas geworden, ja. Zou jij nog mee kunnen op dat niveau? Nee, denk ik niet. Of ik moet een trainer hebben die tegen me zegt van je hoeft de middellijn niet over, dan zou het misschien nog kunnen, maar nee, het gaat allemaal een beetje te snel. Nee, maar ik ben ook blij verrast met het niveau, hè, het technisch niveau, het positiespel van deze jongens. Mm-hmm. Zeker de eerste weken keek ik nog morgen behoorlijk uit hoe hoog het niveau is. En dat is ook een compliment naar de trainers die voor mij de jongens hebben gehad, want het niveau is gewoon heel behoorlijk, moet ik zeggen. Maar je ziet steeds meer betaald voetballers die richting het amateurniveau gaan. Frank Verkouwen, Barry Powell, noem ze allemaal maar op. De treffers nu, Kozakken Boys, Rogier Meijer naar Fiat. Ja, ook een beetje refererend aan het stuk hè, wat nu in de Voetbal International staat. Hè, dat die jongens, en ik weet, want ik ga ook gedurende het seizoen een aantal keren naar dat soort clubs toe op de zaterdag. IJsselmeervogels, noem maar op. Ja, daar liggen gewoon pakken met geld en als die jongens nog een leuk centje willen verdienen, is dat soms denk ik nog wel meer dan bij bepaalde clubs in het betaald voetbal. En het niveau en de ambiance, ook bij IJsselmeervogels en Excelsior reizen, dat is gewoon hartstikke leuk. Anton, is er een budget voor de spelers van het eerst om te eten? Voor de wedstrijden? Nee. Wat eet een topsporter, een betaald voetballer, voor de wedstrijd? Koolhydraten. Of je doet een pasta, of je doet rijst, of je doet groenten natuurlijk. Kip of vis.
De supporters zijn een actie gestart voor jullie. Ik heb het gehoord, ja. Ja, hele ludieke actie. Maar de supporters hadden zoiets van, ja, die Vincent Vermeij die heeft pasta nodig als hij wil scoren bij de uitwedstrijden. Dus kwam daar de ludieke naam Pasta Motta Motta. Laten we eens gaan kijken hoe heerlijk dat is. We hebben nu nadrukkelijk gekozen om het budget wat we hadden, om het anders te verdelen. Om daar in de uitwedstrijd niet op locatie, maar op het stadion te gaan eten, waar we door de week meer kunnen doen. Dus het zijn bewuste keuzes geweest om het anders in te vullen. We hebben daar niet zitten snijden op dit moment in het budget. Maar dit is natuurlijk wel iets leuks. Ja, we zijn bezig met onze actie spaghetti voor Jan en de kinderen. Wat houdt dat precies in? Nou, het komt er eigenlijk op neer dat wij hebben gekeken naar het nieuws. Hè? Dat de Graafschap toch de invulling van de maaltijden anders ging doen. En wij dachten, ja, dit is wel dé mogelijkheid om daarop in te springen en weer een positieve draai richting club te geven. Komende week gaan we met de Graafschap ook om tafel met Jan Vreeman en met Carlo Manasso om te kijken van, ja, wat hebben ze precies nodig? Wat kost zoiets normaal gesproken, et cetera? In wat voor straal rondom de uitwedstrijd moet het gebeuren? En naar aanleiding daarvan gaan we kijken hoe we het echt vorm kunnen geven. Maar zoals het er nu uitziet, gaat het super. Ook voor de trainers en de staf is zo'n wedstrijd als vandaag thuis tegen Almere topsport. Wat heb jij voor de wedstrijd gegeten? Dat was een schnitzel met broccoli, bloemkool, een paar worteltjes, witlof met ham eromheen en gebakken aardappeltjes. Appelmoes erbij? Nee. Weet u het nog? Bij welke club speelde Vincent Vermeij voordat hij naar de Graafschap kwam? Stuur het juiste antwoord naar prijsvraag@focus.tv. Wie weet wint u wel zo'n heerlijke De Graafschap taart. Anton, Studio De Graafschap op locatie. Ja. Dat gaan we in de hele regio doen. Ja, leuk. Leuk. We zijn blij dat jullie hier zijn vanavond en dat we de primeur mogen hebben. Ik zou zeggen, laat het niet bij die ene keer. Kom vaker hier naartoe. Ja. Wij vinden het leuk om te doen en het idee is goed om binding te creëren met de clubs en ook de binding tussen de Graafschap en de Achterhoek, denk ik. Ik denk dat het goed is. Leuk. Ik denk dat er heel veel clubs zijn die zeggen van ja, dat willen wij ook. Studio De Graafschap op locatie. Dat kan natuurlijk. Stuur een e-mail naar studiodegraafschap@focus.tv en dan nemen wij spoedig contact met u op. Voor jullie wel leuk, Anton, denk ik. Niet alleen voor het eerste, maar voor de jeugdopleiding. De Graafschap heeft gezegd, zij stellen toegangskaarten beschikbaar voor de hele jeugdopleiding van FIOD. Om naar een van de thuiswedstrijden van de Graafschap te mogen gaan. Omdat wij hier met z'n allen te gast zijn. Dus hierbij mag ik jou die kaarten aanreiken. Ik zal het na de uitzending doen. En wij zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Een dubbel programma voor de superboeren. VVV Venlo uit vrijdag en RKC Waalwijk thuis. Vincent, twee wedstrijden, hoeveel punten? Ja, ik hoor gewoon zes te zeggen natuurlijk. En jij wordt meteen topscorer van de Jupiler League op dat moment? Dan zou ik er minstens drie moeten inleggen. Ja, als ik er nu twee heb en de eerste staat vier, dus ja, laten we het hopen. Maar ja, ik heb er goed vertrouwen in. Wat verwacht jij, Willard? Als je zegt minimaal vier, dan is het altijd goed, hè? Minimaal vier is, ja. Is eigenlijk wel Anton? Zoals het begin. Ja. Drie. Welke wedstrijd winnen ze? Kan ik niet zeggen. weet ik niet. Weet je, ik ga uit van het verhaal van wat we straks zeiden, het pieken en dalen. Dus één wedstrijd pieken en één wedstrijd nog een dal en dan heb je drie punten. En welke wedstrijd dat is, zien we wel. Rob, wat verwacht jij? Vier. Verwacht ik. En hij scoopt er ook weer twee in. Elke wedstrijd een goal. Heeft hij nu ook gedaan. 1-1 zo. Topscoren. Mooie toekomst voor je. Dat zijn positieve geluiden hier vanuit de kantine van voetbalvereniging FIOD in Doetinchem. Wellicht zitten we binnenkort bij u in de voetbalkantine. Stuur dus een mail naar studiodegraafschap@focus.tv. U kunt ons natuurlijk ook volgen op social media, op Twitter en op Facebook. En kijk natuurlijk voor alle laatste nieuwtjes, ook over de Graafschap uiteraard, op de website focus.tv. Ik dank u heel hartelijk en graag tot volgende week. Tot de volgende Studio De Graafschap.